Maatschappelijk werkers krijgen nog niet genoeg de waardering die zij verdienen. Dit zei Norvile Plet-Burleson, die actief is in deze branche, gisteren tijdens een workshop in verband met de Dag van Maatschappelijk Werkers, die op 19 maart wordt herdacht. De activiteit is georganiseerd door de studierichting Sociaal-Culturele Vorming, SOCUVO, van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO, in samenwerking met de Vereniging van Maatschappelijk Werkers. Plet-Burleson heeft tijdens haar inleiding het belang van deze beroepsgroep onderstreept. Onderschat je positie niet als maatschappelijk werker. Je bent drive, je bent last hope, je bent een krakker voor een gezin. Of je bent eigenlijk last hope voor iemand die is misbruikt. Wanneer ze het niet meer ziet zitten, je hebt suïcide gepleegd, je ligt daar op het bed. Dan ben jij eigenlijk een soort, het is niet zo slecht, want die mevrouw is met me komen praten. Maar natuurlijk moet je ook die waardering krijgen van je meerdere. Je moet ook de waardering krijgen van het land in general en dat is er niet. Ashok Heersveld, richtingscoördinator van SOCUVO, vindt dat er veel issues spelen in de samenleving waarop maatschappelijk werkers kunnen inspelen. Hij noemde de samenwerking tussen de vereniging en de studierichting een unicum. Met alle respect, die dame die vermoord is in Geersleid. Ik geloof dat jullie wel iets op het net hebben gezet op Facebook. Maar er is te weinig ondersteuning gekomen vanuit de professionals om zulke dingen te voorkomen. Daarnaast zijn er nog veel meer vermoord. En zo zijn er andere problemen. En als beroepsvereniging wordt er niks gezegd daarover. En als veel mensen niks zeggen, dan gaat het ding door blijven gaan. Dus daar is er een rol voor die vereniging. Dat was dus Ashok Heersveld, richtingscoördinator SOCUVO, gisteravond tijdens een workshop in verband met de Dag van Maatschappelijk Werkers volgende week. Daarvoor zag en hoorde u maatschappelijk werkster Norvile Plet-Burleson. Met deze activiteit wil SOCUVO alvast een poging wagen om het contact met het beroepenveld te verstevigen, wat ook van belang is voor de accreditatie.